Niet het eten meenemen. Ja. Wat zei je nou? Wat is lauw? Ga zingen, Jason. Jason, wat is nou het leuke Sinterklaas liedje? Ik ken geen liedjes. Gooi dat in mijn lege, lege tonnen. Gooi dat in mijn laarsje. Dank je, Sinterklaas. Ja. En nu? Sinterklaas. Dan moet je niet verlegen worden. Gooi wat in mijn schoentje. Dank je, mijn laarsje. Dank je, Sinterklaas. Ja. Ja. En nu? Ik vind nog een paar mooie. Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. En Sinterklaas dan? Die hebben we al gedaan. Oh, oh. Die klopt daar kinderen. Die klopt daar kinderen. Die klopt daar kinderen. Hoor, wie klopt daar zaal kinderen. Oh, dat Jelle kent hem. Is de goede Sint zeker, die verstaat is zeker. Wauw. Maak hem af, Jason. Ja, je kan wel heel mooi dansen, maar je moet ook meezingen, Jason. Ja, want die klopt naar kinderen, die klopt naar kinderen. Zullen we daar zachtjes tegen het raam? Zullen we een liedje zetten voor de moderne Sinterklaas? Yo, Sint. Ja, is... Maar wacht even, wacht even. Jason kan zich al opdrukken. Kan je al opdrukken? Dat wil ik ook wel zien dan. Ja. Dansen. Moet je dansen? Ja, dansen. Oh, lief. Dan moet je dansen. Jij weet hoe dat komt. Nota.
Ga oplukken dan. Nico, ik ben wel benieuwd, Jace. Jason, maar ik heb er nog steeds niet zien opdrukken. Hoe doe je dat dan? Ja, ik kan dat niet. Ik weet niet of hij dat nog kan hoor. Hij liet het in het restaurant al zien, maar... Nee, hij ja. Even kijken. Hoe kan je het nog? Kom laat eens zien. Yes! Hey, zo go. Dan! Ja! Yes! Wow! Hoppa! Woo. Zo! Dat is mijn boy. Ja hoor. Ben je nou moe? Maar Sinterklaas moet nog komen. Ja, maar wat kan jij mooi dansen? Hoe vinden jullie dat nummer van, hoe heet die meid nou ook weer? Oh, dat was het. Oh ja, Femke Louise, ja. Gaan we het nu samen doen? Oh, dat gaat er niet worden, denk ik. Tante is oud. Ja, je wordt dan wat, Tante kan het niet. Hé, wat is dat? Is dat Sinterklaas, denk je? Ga kijken. Oh mijn god, Jace. Kijken! Nee! Oh, kom, geef mijn handje! Oh, oh. Wie staat Sinterklaas er wel? En nu dan? Oh, wat gaan we zien? Oh, misschien wow. Hebben we nog een beetje. Kom, kijk op ze. Piet? Is Piet er? Zal hij er zijn, Jace? Ik ga lopen. Piet! Pietje! 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 Volgens mij is hij weg, maar hij heeft wel allemaal helemaal mooie cadeautjes meegenomen. Dus je bent weer lief geweest dit jaar. Ik ga het binnen dragen. Ja. Ja, draag maar naar binnen. Kom. Daar is Fruit en Piet aangeladen. Tot zover. Ga maar naar andere kindjes. Jij moet bij heel veel kindjes zijn. Ja. Ik dacht dat ik de rast. Zo, laat Tante er maar dragen. Ja, mevrouw, er komt echt nog wel een keertje dat ze ook binnenkomt, denk ik. Ik denk het wel. Maar wat ga je dan zeggen tegen Piet? Alles eruit. Alles eruit? Dat zou ik ook zeggen. Hoppakee. Dan heb je zeker van je moeder. Oh mijn god. Zo. Ik hoop niet dat hij dat doet met die andere zak. Ik zeg het maar pas. Oh. Oh, Jenna? Wat voor Jenna dat doen? Ik weet het niet. Ik denk Sinterklaas. Zoek eens Sinterklaas. Ik ga ze nou even. Haha, gooi het er even uit. Even. Ik weet niet of Sinterklaas dat bedoelt, maar hoor, met de cadeaus. Oké, top. Ik ga deze openmaken en gaan jullie die openmaken. Heb ik deze cadeautjes? Nou, ik wil wel zien wat je hebt. Dus dan ga je mij allemaal vertellen, toch? Jawel. Hij pakt het gewoon gelijk. Heb je wel gekeken of het voor jou is? Misschien staat je naam er niet op. Misschien heb je wel helemaal geen cadeaus gekregen. Nee. Maar misschien is het je vergeten. Maar deze kan me geen reet schrijven. Ik kan toch niet lezen. Het hoeft niet op naam. Een cadeau hoor. Dat zei mama van vandaag ook. Ze zei ik heb allemaal chocolade. Dus nou, de R, nou die kennen we niet. De C en de T ook niet. Hey, de B ben ik wel, maar dan is het die. Volgens mij is dat voor mij. Ja. Oh. Nee, maar dat is voor jou. Wat is dat dan? Ik heb een vreemd, Jason. Kan je dat al lezen? Nijntje. Lief konijntje. Nijntje. In een... Zo. Zo, hallo. Heeft u dat van de moeder of van de vader dit? Het gedrag. Oh. Gelijk. Allemaal. Nou, dan weten we dat ook weer. Hoe heeft hij van tante? Wat ben je nou weer aan het doen, Jason? Ik snap het. Ik ga anders aan doen. Mama. Kijk. Wow. Ik heb die gekregen. Yay. Wat is dit? Dat is dit.
Oh. Laten zien wat het is. Poepieknor. Nou, volgens mij kan jij wel heel erg leuk praten over poepies. Want je zat er net al tijdens het eten begon je erover. Of had je toen over het spelletje? Die wilde ik wat gaat hebben. Versen? Wil je die hebben? Ja. Hoe weet Sinterklaas dat nou? Heb je dat gevraagd aan hem? Ja, Sinterklaas weet dat soort dingen, hè, van jou. Maar wil je niet liever de pakjes openmaken? Dat we dit morgen gaan spelen. Weet je dat ik precies die op de lijst had? Nee. Van, nou, Jace. De Sinterklaas die papa kent. Ja. En die zei van, ik maak het vandaag wel naar je hoofd. Wat is dat nou weer? Wow, een brandweer! Een brandweer. Hè? Wow! Want ik heb een brandweer! Zo, wat een grote brandweerauto! Wow! Die wil ik er ook hebben! Ja, maar die is... Ja, maar die is toch voor Shane? Ja, nee, joh! Ah. Kijk wat hij doet! Hij weet het meteen! Ik denk dat hij voor Shane is, hoor! Nee! Nee. Nee, dat weet hij wel zeker. Nee, Shane die houdt natuurlijk niet van auto's. Zo, nou gelijk. Een telefoon. Ja. Dat was later niet af om te vragen als hij niet van auto's houdt, waardoor dat komt. Ik weet niet wat alles doet. Zo dan. En nu de andere pakjes. Maar misschien is die wel helemaal niet voor jou, Jason. Ja? Huh? Op sommige pakjes staan nog een naam. Ja. Is die ook voor jou? Nee, voor Shane. Oh, weet je wel. Maar als het leuk is, is het voor Jason. Het zijn voor baby's. Dan zou het wel, dat zou het niet voor jou zijn, denk ik. Wat jij daar weer dan? Kijk maar. Is het zo? Het zijn voor baby's. Ah, vijf zal zien. Ja, die is dan voor Shane. Ja. Ja. Deze kan alles. Nou, Shane, dat je het even weet als je later groot bent. Deze is voor jou en niet voor Jason. Ja, Shanna zegt het omdat ik ze van haar spullen heb gehad. Hé, ik kan maar een beetje uit ervaring praten. Kijk, deze ja. Kan er ook uit volgens mij. Denk me later. Ja. Cool. Ja, misschien zijn meisjes anders dan jongens. Ja, maar dit gebeurt nu niet meer, omdat ik hem nu al gewoon veilig gesteld heb. Ja. En nou? Welk cadeautje mag Shane hebben? Ik heb die cadeau opengemaakt. Dat was deze, hè? Deze is toch voor Shane? Ja. Ja. Nog een verf! Oh, nog een verf! Zal jij horen dan? Ja, ik denk dat daar dan bij je... Dan kan je met die verf deze cijfers kleuren. En deze cadeau. Er staat nog iets op. Ik zie daar wel heel duidelijk een naam op staan, Jason. Nee. Volgens mij is die voor papa. Romano, open mij eerst staat erop. Papa, Romano. Dan moet je niet echt de verkeerde zeggen, open mij eerst. Je weet zelf. Oh. Maar dat leren we Jason nog wel als die oude. Nou, van Sinterklaas en knechtjes is dit handschrift. Ik denk van de C, denk ik. C, wat leren we hier nog wel? Van de C. Jij erft hem. Op de 12e. Wow, papa heeft een boek. En misschien staat er ook wel wat in het boek. Check. Ja, jullie weten dat ik niet kan lezen, hè? Nee. Wow. Dit is geen lief, maar slechts iets van Piet. Een gedicht dat rijmt. Jason, wacht even. De cadeaus zowel grof als verfijnd. Sint weet, een kind is soms zwaar. En daarom voor ouders een klein gebaar. Dit staat in een leefboek, want Romano was dit jaar maar naar een studie op zoek. Natasja is een harde werker, maar dit maakt haar alleen maar sterker. Consulent uitkeringsaanvraag, dat hoort niet iedereen al te graag. De een krijgt het wel, de ander Jason. Niet. Dat was iets dat Sint ook echt niet. Even naar papa luisteren. Ouders zijn is een fulltime baan. Dit jaar is Sint jullie niet ontgaan. Liefst rijmt hij. Ja, leuk. Grappig.
Hé, hey, een staatslot. Sorry man, die zit er niet bij. Oh, een staatslot was dat... Ik ben een autobiografie aan het schrijven over mij. Wat we nog niet eens, maar later wel. Ik kreeg later vragen. Welk nummer wil je hebben? Ik zeg, maak niet uit, doe maar het winnende nummer. Nee, Shanna zei dat tegen mij van, joh, wat doet ze nou? Zei ik, nou, toevallig. Ik wist niet meer hoe je het omschrijft, je functie omschrijven. Zei ze functie, ja. Maar ik wist dat wel, maar... Nou, eigenlijk had ik gewoon zeggen, ja, kijk nou. Oeh, is voor mij. Ja. Je zit er alleen maar naar te kijken. Ik zie het in jou. Hier zitten stempels. Ja, stempels. Joehoe. Oma heeft die ook. Heeft oma die ook? Ja. Is dat toevallig? Maar Jason, kijk eerst even wat voor cadeautjes je nog meer hebt dan. Ja. Het kan hem ook echt geen reet spelen. Als je maar cadeau heeft. Mama! Oké, okay, nu is het bedtijd. Laat slaap mee. Lekker, Jees, dag! Kijk! Zo reageer ik ook tegen mijn baas als hij zegt dat ik iets op één dag af moet hebben. Kijk! Dat is serieus waar. Leuk verhaal, lekker kort. Ja, grappig. Probeer mij nu maar naar bed te krijgen. Maar dat zeg ik serieus tegen mijn baas de laatste tijd. Stop, het werkt gewoon. Moeten batterijen in. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ah, hij kan flippen. Huh? Aan allebei de kanten is het een auto. Wow. Maar heb je morgen genoeg om mee te spelen? Al die dingen van vroeger zo leuk, hè? Dat zijn echt leuk. Mama, wil je deze uit elkaar halen? Ja. De auto, moet mama de auto uit elkaar halen? Ja, oh, nee. Nog een keer. Op de doos, op de auto uit de doos. Jason! Jason, jij hebt iets op je shirt. Jij mag niet die spelen doen! Het was dus niet typisch Utrechts. Ik dacht dat het de enige was. Ja, heel lekker. Spannend. Een vijfde smaken, maar deze leek me lekker. Zou je het gehoord hebben, denk je? Ja, hè? Hoorde je een dankje alsjeblieft, Sarah? Zeg je dat? Alsjeblieft. Volgens mij hoorde ik hem waafjes fluisteren. Alsjeblieft. Hij is heel stil. Waarom? Oh, is dit grappig zeg. Omdat hij wat ouder is. Nou, jeez. Hij is oud. Ja. Een hele oude manier. Maar wel heel lief. Ja, maar ze zullen nog een keer ritten. Nog een keer? Nog een keer rippen, sowieso. Nee joh, keer, wat? Anders wordt Shane wakker. Ik hoor hem al een beetje... Oh. Die openmaken. Ik verstond echt iets heel anders. Je moet hem wel opeten, hè? Kijk, hij is een beetje gescheurd. Volgens mij heb jij hem een beetje gescheurd. Want toen Piet hem kocht, zei hij. Nee, het zag er toch anders uit. Hap. Jij mag hem eten. Jullie hebben nog wat te drinken? Als je ja, thee hebt of zo? Ja hoor, tas. Hé, wat? Oh. Misschien zit er ook in. Misschien moet je hem eten. Nog een cadeautje. Misschien moet je gewoon zijn hoofd eten. Deze, doe maar eens in je mond zo. Misschien is hij wel heel lekker. Eten. Misschien zit er iets in. Toch? Ja, misschien. Ik denk dat je hem wel met je mond moet openmaken. Ik denk dat je hard voor moet happen. Ja. Happen. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel lekker, denk ik. Zit er niks in? Oh, wat jammer. Ja. Ja. Maar misschien is het wel zelf je cadeau. Misschien is de chocolade wel het cadeau. Ja! 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 En dat is jouw cadeau! Ja! Jam! Is het wel lekker? Is het lekker? Oh, dan moet ik niet op je tante gaan staan. Dan straks een verliesje even en dan val je. Nou, maar goed dat dat Piet niet is, anders zouden ze die ondankbaar vinden. Nogal ja. Zo. Bam, ja joh. Ik ben Sinterklaas niet. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Van de week wel. Zo, Jace. Ik heb een pull-up car. Een flip-over car. Pull-up, je mist dan. Is dit je mooiste Sinterklaas ooit, Jason? Ja, hè.
Nou, dan heeft hij wat te overtreffen volgend jaar. Ja. Zo. En wat wil je volgend jaar van Sinterklaas? Zo. Een Audi. Vond je Sinterklaas? Zusje, ja, zusje denk ik, hè. Heel leuk. Ja, heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Een kaniek. Niet? Waarom niet? Ah, nee, je moet op je beeld gaan, hè. Wee. Zo, we gaan de hoogte in. Want tante's arm doet een beetje pijn. Oh, ja, is niet zo leuk, hè. Het is toch wat, hè, vloggen met je tante. Moet jij later ook goede vloggen? Of ben je al een goede vlogger? Ik denk dat hij er niet voor gemaakt is. Ja, expressie heb je wel, Jace. Zo, wat een koppie. Knap hoor. Ben serieus. Er is een gast in Australië en dan zijn ze naar op zoek, de politie. Die gast die... Ah. Die heeft een sekspop gestolen. En dat is op beeld vastgelegd. Het toppunt van niemand kunnen krijgen dat zelfs een sekspop gestolen moet worden. Ja. Ja. Wordt het dan verklaard voor een reep of zo? Daar zou die een subsidie voor moeten. Zo! Dat is eigenlijk wel snel met de ik kan niet sturen. Ik kan niet sturen. Laat je eens tegen de deur aanrijden? Ja. Zo. Zo! Bam! Oh ja. Hij knalt ook wat tegen. Dank je! Nou, blij dat het misschien stop even. Ik denk niet dat hij dat... Ik dacht dat hij niet kan sturen, maar hij kan niet sturen. Ik dacht dat hij niet kon sturen, maar hij kan niet sturen. Eerst moet hij het per se doen en nu denkt hij, ja dag. Jij gaat veel te snel, ik zet je lekker weer uit. Ik ga naar de deur. Dat is cool. Is dat cool? Hij werkt. Ja, hij werkt. Zo. Zo. Hoe gaat hij denken? Oh, fijn, hij gaat dat dansen doen natuurlijk. Ja. Ik dacht dat hij nog niet zou winnen. Nee, en nu? Ben je er klaar voor? Ja. Hij zegt dat. Ja, hij zei het. Ik hoorde hem laten zeggen. Oh. Ai. Nou, die kan wel wat hebben hoor. Handel. Ja, zelfs Shane speelt mee. Shane speelt ook mee, Jace. Huh? Shane speelt ook mee, zie je? Lekker vanuit de buggy. Vanuit de buggy. Oh, maar ik kan niet spelen met deze. Hij is niet helemaal niet oud genoeg voor, hè? Het is belangrijk. Dat is belangrijk, als hij er maar mee kan spelen. Ben je klaar voor? Ja! Oké! Ga maar naar de stad! Oh, dit kan ik wel echt doen. Oh. Oh, goed. Oh, hij is daar! Oh nee! Oh nee! Nee. Dat moeten we nu doen! Ben je erbij, Jason? Huh? Jason, loop naar boven. En vraag. Laat er geen dief maken met de tijd. Ga naar boven. Hey, jij hebt een raar hoofd. Is dit jouw
Je hoofd stinkt ook een beetje hoor. Wat is je billen? Hè? Wat is je billen? Wat is je billen? Wat is je billen? Hè? Wat zeg je? Ik heb een vraagje voor jullie. Ja. Als Jason nee zegt, dan mogen jullie me kietelen. Jason. Jason. Wil je een snoepje? Nee. Nee? Jason. Mogen we je kietelen? Nee. Hij is heel. Nog een keer. Nee. Nog een keer. Ja. Oh, dit zijn momenten die wil je onthouden. Dit wil ik zeker onthouden. Oh my god, dat heb ik dat gekregen. Nou, de baby is ook gelijk stil. Hey, luister, je hebt een kapsel, ja? Alsof je net uit de kroeg komt op een. Hè? Wat doet hij nou? Geen idee. Lijkt een beetje Einstein. Puga! Passen ze daar wel op, Joe? Volgens mij hoort daar een andere trein op. Huh? Ik denk dat daar een ander treintje op moet. Een treintje? Ja. Een grotere trein misschien, of een grotere auto. Denk je niet? Ja. Maar wat dan? Is dat niet dat rode ding of zo? Die rode trein daar? Met die groene knop? Nee. Oh. Dan weet ik het niet. En hoe lang doe je er nou over om dit te maken? Maak je dat in een paar minuutjes? Of doe je daar heel lang over? Ja. Ja, ja. Ze kunnen ook. Aha. Knap hoor. Even kijken wat je nog meer hebt. Ik heb Hot Wheels en heel veel auto's. En ik heb een verrassing. Oh, verrassing? Nou, maak je wel nieuwsgierig. Wat is dat dan? Dat is centjes betalen. Zo dan. En kan je dat goed? Ja. Hoe doe je dat dan? Ik kan dat nog niet. Dus ik wil wel zien. Laat maar zien. Wil jij dat doen? Oh, maar ik kan dat niet. Ik denk dat jij me moet laten zien hoe je moet tellen. Of moeten we straks papa en mama hulp vragen? Nee, we moeten dat roepen. Niet naar beneden, we moeten dat roepen. Oké? Okay? Ja. Is dat een ING-pasje? Ja. Zo dan. Dat is een speel voor kinderen. En wat leer je dan? Dit moet je achterhalen. Dat je iets ouder bent. Ja. Maar ik ben ook iets ouder, maar ook klein iets ouder. Ja, ik ben ook iets ouder, denk ik. Ja, hè? Moeten we nu mama en papa? Ja, gaan we. Kom, we gaan hun halen. Mama. Ja, we gaan hun lekker halen. Zo. Moeten we hier uit mijn kamer? Ja. Hij heeft het licht uitgedaan. Oh, ik ga zo het lichtje uitdoen, oké? Okay? Huh? Ik ga zo het lichtje voor je uitdoen. Maar nu nog niet, anders vallen we. Beneden is wel een lampje. En dan kunnen we die uitdoen. En dan gaan we in het donker naar beneden. Maar dat durf jij wel, toch? Toch? Nee. Het wordt alleen maar donkerder. Oh. Kijk, daar gaat hij. Oh nee, ja. Nu wel. Oh, wat is het donker. Ja, hè? Kom, we gaan maar snel naar beneden. En anders is het donker. Ja. Ik kom, hoor. Geen zorgen. Wel leuk, hoor, Jace, dat je het allemaal hebt. Al die spulletjes, al die treinen en auto's en Hot Wheels. Dat is allemaal voor jou.